Goedemorgen, middag, avond of nacht. Het maakt mij niet uit wanneer je kijkt, als je maar kijkt. Want zo weet je tenminste welke games je wel moet spelen en welke games je links moet laten liggen. Deze week heb ik gevloekt, gegolfd en gestaard. Dus laten we snel beginnen. Rogue Legacy neemt ons weer eventjes mee naar het oude retro gevoel. Maar het allerbelangrijkste is het instant death principe. Dit is en heel frustrerend, maar ook erg leuk. Hoe dit precies werkt, gaat Maurice uitleggen. In Rogue Legacy betreed je als speler een mysterieus kasteel. Op zoek naar een schat loop je door de gangen en dan kom je de eerste vijand tegen. Voordat je het weet, lig je dood op de grond. Maar waar dat in een gemiddeld spel betekent dat je opnieuw kunt beginnen, daar blijkt het in Rogue Legacy pas het begin te zijn. Want elke keer dat je wordt afgemaakt door een van de vele vijanden en vallen, krijg je de kans om met een van je nazaten het kasteel te bestormen. Met het goud dat je daar bij elkaar sprokkelt en de schatten die je vindt, kun je na de onoverkomelijke dood betere wapens kopen of je vaardigheden verbeteren voor je opvolger. Zo word je telkens een stukje sterker en kom je beter voor de dag als je weer op avontuur gaat. Bovendien is in Rogue Legacy geen enkel avontuur hetzelfde. Zo krijg je elke keer weer te maken met een andere klasse avonturier en die held heeft te maken met een bepaalde afwijking. Zo kan het zijn dat je je nieuwe kweesten aan moet gaan met een held die kleurenblind is of iemand die de wereld op zijn kop ziet. Ook het kasteel dat je betreedt is elke keer weer anders, waardoor je nooit precies weet wat je op je pad tegenkomt. De ene keer eindigt je spel na een halve minuut, de keer daarop verken je binnen een half uur het volledige kasteel, maar blijk je nog niet opgewassen te zijn tegen de eindbazen. En daarna probeer je het gewoon weer totdat je alle bazen hebt verslagen. Maar dan ben je wel heel wat uurtjes verder. Rogue Legacy is nu beschikbaar voor de PlayStation 3, PlayStation 4 en PlayStation Vita. De game kwam al eerder uit op de PC. Zoals ik al zei, maakt Rogue Legacy gebruik van het instant death principe. En ik vond het echt ontzettend frustrerend, maar doordat je eigenlijk gewoon telkens up kunt graden met elke dood die er ontstaat, is het ook erg fijn en vind ik het ook niet erg om dood te gaan, want je weet dat je het gewoon weer op kan pakken en misschien versla je dit keer wel. Dit maakt Rogue Legacy zo ontzettend verslavend. Normaal zou je denken, oh, ik ben weer af, never mind, ik ga wel iets anders doen. Maar nu denk je, oké, misschien haal ik het dit keer wel, of als ik mijn wapen upgrade, kan ik wel eindelijk dat monster slaan. En dat maakt Rogue Legacy zo ontzettend leuk. Tuurlijk, het ziet er ook goed uit en het speelt ook erg fijn, maar het gaat mij echt om een verslavende gebeuren eraan. En ik wil het eigenlijk gewoon zo snel mogelijk nog een keer spelen en dan gaat er maar weer een night dood. I don't care. Voor de mobile game van deze week mocht ik weer lekker gaan golven met de King of Course van EA. Maar word ik dan nu eindelijk die Tiger Woods die ik zo graag wil worden? Met King of the Course kun jij laten zien dat je de beste golfer op de smartphone of tablet bent. In de game krijg je een aantal challenges voorgeschoteld die je zo goed mogelijk moet voltooien. Denk daarbij aan het afslaan en de bal zo dicht mogelijk bij de hole te laten stoppen of met een put van grote afstand de roos te raken. Hoe beter je het doet, hoe meer sterren je haalt en hoe verder je kan in de volgende uitdaging. Daarbij speel je op een aantal echt bestaande banen. Door middel van bonussen die je via de in-app kunt kopen of verdient door veel te spelen, kun je een betere score halen en daarmee je vrienden aftroeven. De bal sla je door over het scherm te swipen, waarbij het belangrijk is elke bal met de juiste kracht te slaan. Daarna kun je door te swipen effect geven aan de bal. Door een topspin effect belandt hij op die manier net iets dichter bij de hole. King of the Course is een free-to-play spel die gebruik maakt van tokens die je in-game moet aanschaffen. Daarmee kun je de energie van jouw golfer herstellen, nieuwe golfers vrijspelen en zijn vaardigheden verbeteren. King of the Course is nu beschikbaar voor Android en iOS. Amazing shot! Het is niet snel dat ik helemaal enthousiast raak van een golfgame, maar King of Course heeft het gedaan, want zelfs voor een beginneling is het erg leuk. Het is niet zozeer dat je gelijk een balletje moet putten, maar er zijn kleine uitdagingen. Zoals ga zo dicht mogelijk hierop zitten of probeer inderdaad voor de allereerste keer een balletje erin te krijgen. En hierdoor ga je steeds meer in het spel zitten en word je steeds beter. De controls voelen ook redelijk lekker aan, behalve wanneer je popje moet draaien, vind ik af en toe wat lastig. Verder ziet het er erg goed uit en waait het gras zelfs af en toe mee. Ik ben dan niet Tiger Woods, maar ik ben wel de Soraya van de Weide op mijn iPad. En misschien ooit een golfer.
Ik zal een van de eerste zijn die zegt dat games niet draaien om hoe goed ze eruit zien of welke uitdaging erin zit. Er zijn namelijk ook hele speciale games. Hohokum heeft namelijk helemaal geen doel. Het klinkt misschien heel vaag, maar we gaan nu even zien hoe dat in elkaar zit. Wie even genoeg heeft van de intensieve games, kan zijn lol op met Hohokum. In deze game, die verschijnt op de PlayStation 3 en PlayStation 4, kun je lekker achterover hangen en zien hoe je met een soort vlieger door een magische wereld heen vliegt. Afhankelijk van welke kant je de vlieger opstuurt, verandert hij van kleur. In combinatie met de toch al aparte en kleurrijke wereld, levert het een uniek beeld op. Dat wordt nog eens verstevigd door de vele objecten die je op je pad tegenkomt. Sommige kun je activeren, andere kun je op je rug meenemen en dan zijn er nog dingen die je kapot maakt. Alles wat je doet levert weer een geluidje op, wat in combinatie met de soundtrack voor een zeer rustgevend gevoel zorgt. In Hohokum zijn verschillende werelden te ontdekken, waarbij elke wereld weer een eigen look en feel heeft. Een echt doel ontbreekt telkens, waardoor Hohokum voornamelijk een game is om heerlijk mee tot rust te komen. Het is een titel die past in de stijl van Soundshapes en Flower, twee games die eerder al op de PlayStation-platformen verschenen. Een game zonder doel klinkt wellicht heel erg saai en Hohokum is het in het begin ook een heel klein beetje. Maar op een gegeven moment zit je echt gewoon met open mond naar het scherm te staren. Misschien ook omdat je eigenlijk niks hoeft te doen, alleen een beetje met je pookje heen en weer hoeft te gaan. En dan komt er eigenlijk iets heel moois tevoorschijn. De verschillende levels geven allemaal iets anders en het ziet er grappig uit, maar ook tegelijkertijd heel erg mooi. Waardoor je denkt, ah, weet je wat, ik ga nog eventjes door. Er zit alleen helemaal geen uitdaging in het spel. Dus heel lang ging ik er niet meer door. Ik kan me dan wel weer heel veel kleine kindjes voorstellen die voor het scherm al kwijlend uit zitten kijken naar al die mooie kleuren en vormpjes. Maar heel veel verder gaat het eigenlijk niet en de diepgang is ook wel te missen. Dat was de aflevering alweer voor deze keer. Maar zoals je weet ben ik er volgende week weer met 3 games. We gaan namelijk in de ruimte met tijd spelen op dieren. Hoe dit precies zit ga je volgende week zien. Tot ziens! Vergeet volgende week niet naar een nieuwe aflevering van Freshly Juiced te kijken. Tot volgende week. Rogue Legacy maakt gebruik van het Instant Death Principe. Sorry. Ik heb tranen ogen. Komt goed. Zoals ik al zei, maakt Rogue Legacy gebruik van Le Mobile Game. Die is alleen op de iPad, toch? Ik heb hem alleen op de iPad gespeeld. Who cares? Maar zou ik dan nu wel eindelijk die wel... weet ik veel, sorry. Die ding is... Daarbij ziet het er ook erg mooi uit. Heel visueel... visueel, dat is een beetje raar, hè? Oeh. Ik ben een van de eerste die zegt dat een game niet zozeer draait om de uitdaging en hoe goed het eruit ziet. Hohokum is ook... Sorry.